Vorige keer bij de behind the scenes van 33 Adventures? Ja, sure. Oké, we doen dat. Vorige keer bij de behind the scenes van 33 Adventures. Er is geen teken meer van het vijandige ruimteschip. Ik denk dat we hem kwijt zijn. En daarnaast hebben we ook nog steeds last van onze verstekeling. Blijk, het is gelukt. Alle systemen komen weer online. Behalve navigatie. Gert, als ik deze systemen goed lees... Dan zetten we op een koers. Direct richting de zon. Ik kan niet meer. Verkoelingssystemen vallen één voor één uit. De temperatuur is opgelopen tot 40 graden. We hebben geen energie meer om van koers te veranderen. I could turn the ship around with the power of the dark side of the Force. But only if you join me. Nooit! Nooit. Welkom bij deze behind the scenes die alleen maar gaat over de 3D-renders van 33 Adventures. Deze zijn natuurlijk gemaakt door Robin Niekerk. Hij is de sperpscourier uit de eerste en tweede aflevering. En Robin heeft in totaal 8 shots voor mij gemaakt. Sommige met alpha, sommige niet. En deze gaan we dus eventjes achter elkaar zetten. En dit is natuurlijk de meest iconische, de start van 33 Adventures. Samengevat in 1 shot. Wat heel erg grappig was in het begin... was het huis niet helemaal gemodelleerd. Zoals je hier ziet kun je de achterkant niet zien. De achterkant is er echt pas later bijgemaakt. Wat wel gek is, want ik heb deze shots en vooral het volgende shot best wel vaak gebruikt eigenlijk. Daarnaast is het geluid wat je hoort in de achtergrond gemaakt door Ralf... met al zijn muziekapparaten, waar ik eigenlijk heel weinig verstand van heb. Maar hij heeft de soundscape gemaakt voor alle space effecten. Als je bij dit shot goed kijkt, kun je zien dat het huis en de klomp aarde die eronder zit eigenlijk net niet op elkaar aansluiten. En natuurlijk kan je ook zien dat de trap mist, het dakterras mist en het huisje op het dakterras. En eigenlijk is de achterkant van het huis nooit echt afgekomen in deze 3D-shots. Wat misschien ook eventueel opvalt, want ik heb natuurlijk dus 8 shots, maar ik probeer er heel veel uit te halen. En dat probeer ik te doen door de achtergrond te veranderen, maar ook door het huis telkens verder en verder weg te zetten. Zoals je hier kan zien, vooral in dit shot is hij echt heel erg ver weg. Dat is natuurlijk hoe je creatief met de shots om kan gaan, dat je elk shot toch anders kan lijken. Terwijl eigenlijk je de hele tijd dezelfde asset opnieuw gebruikt. Het flyby shot wat je hier ziet heeft 2 verschillende versies. Eentje waarin je in de reflectie niet de aarde ziet. En eentje waar je in de reflectie de aarde wel ziet. Een van de redenen waarom we overstappen naar een modelhuis kan je vooral hier heel goed zien. Alle ramen zijn allemaal wit van binnen. En dat vind ik heel erg jammer. Ik wil heel graag dat je naar binnen kan kijken. Maar om dan dat ook nog te vragen aan Robin om te modelleren is natuurlijk best wel veel werk. En hij doet het natuurlijk al gratis. Dus daarom wil ik dat zelf in de hand hebben. Wat je hier ziet is heel grappig. Want er is dus iemand die heeft wat footage van ons gepakt. En daar een soort reactie naar geplaatst. Dat kun je hier zien. Hij heeft het footage vertraagd. Deze flyby heb ik dus ook in de opening opgenomen. En ook in... Deze flyby heb ik vaak gebruikt, zeg maar. In ieder geval wilde ik voor de Going Corona Crazy video's nog even 1 keer alle effect shots pakken en daar iets leuks mee doen. Natuurlijk ook met de kartonnen set. En je kan ook zien dat ik de flyby best wel vaak herbruik. Ik heb hem nu al 3 keer gebruikt, misschien zelfs 4 keer. In ieder geval is het misschien leuk om die Corona Crazy dingen te kijken en dan te kijken of je ziet welke shots ik specifiek gebruikt heb. Het volgende shot is heel cool, want in het volgende shot kan je mijzelf zien opstaan uit de stoel. Daar ga ik. En dat vond ik best wel vet, want het is een van de weinige shots waar je dus echt naar binnen kan kijken. En dat geeft het shot veel meer diepte en maakt het veel realistischer. Dit shot heb ik bijna niet gebruikt, maar het is wel compleet. Je kan hier wel heel duidelijk zien dat er een achterkant in zit. Dat zat in de eerste 3 shots bijvoorbeeld niet. En deze shot heb ik bijvoorbeeld in de opening gebruikt. En in de Hilversum Christmas 2 The Reckoning, waar je kan zien dat die lampjes natuurlijk
Ja, dat is de eerste aangeving dat het een droom is, want dat kan natuurlijk niet. De laatste twee shots hebben hele specifieke gebruiken, dus die heb ik maar één keer gebruikt in de serie. En op deze manier kun je dus zien dat ik met heel weinig shots eigenlijk best wel veel andere shots heb kunnen maken. Dus ik hoop in de toekomst in ieder geval het modelhuis te gebruiken in plaats van de 3D. Maar tot die tijd enjoy het tweede deel van de Going Corona Crazy saga van deze aflevering. Temperatuur 60 graden. Watervoorzieningen op. Last chance, young Skywalker. Ik kijk daar nog iets, Skywalker. Ga weg. Er moet een manier zijn om de koers te veranderen. Waarom hebben we geen energie? Wat draint al die energie? Dat is het! Duk, doe eens niet! Gert, volgens mij heb ik het. Als ik de energie van de waterkoker naar de remraketten omzet, dan moet het lukken. Please. De remraketten! De remraketten zijn afgevuurd! Gert, hoor je dat? We gaan weg van de zon, we gaan overleven! Gert, zeg er toch iets! Gert!